We zijn er, Sue. Laten we gaan. We staan op het punt om onze dochter te ontmoeten. Een zeer gevaarlijk kind? Ik kan niet wachten om haar te ontmoeten. Hier komt Laurie. Ze is zo schattig. En ze ziet er zo mooi uit in het oranje. Mam, pap, ik heb zo lang op jullie gewacht. Een avond doorbrengen met je familie is zo geweldig. Maar ik denk dat we bezoek hebben. Thomas, doe open. Hallo meneer, dit is dringend. Heb je dit dier gezien? Oh mijn god, het is de politie. Dat is eng. Laurie vertrouwt de politie niet. Ze hebben haar voor een lange tijd in de gevangenis gestopt. Nee, nee, neem me gewoon niet mee. Nee, we hebben geen honden gezien. Tot ziens. Het is goed, Laurie. Mama en papa zijn daar. We laten je niet gewond raken. Nooit. Het ontbijt is klaar. En Pixie krijgt de lekkerste schotel. Ik weet het, ik weet het. Je hebt honger. Heb geduld. Come on. Oké, iedereen aan tafel. Ontbijt met je ouders. Wat kan er beter zijn? Ze zijn zo lief. Ze hebben zelfs havermout voor haar gemaakt. Het ziet er heerlijk uit. Dank je. Laurie, denk er niet eens aan. Waarom niet? Het is mijn havermout. Nee, schat. Dat is Pixie's ontbijt. Je moet 's morgens boterhammen en fruit eten. Eet smakelijk. Wauw, is dat alles voor mij? Dit is het lekkerste ontbijt ooit. Zoveel lekkers. Mam, pap, ik hou van jullie. Gisteren zat Laurie nog achter de tralies. Maar vandaag gaat ze naar een echte school. Als eerste kunstles. Maar Laurie is hier niet zo goed in. En het is saai, niet waar? Ik heb er genoeg van. Goed gedaan, jongens. Jullie zijn geboren artiesten. Waar is ons meisje? Is ze weggelopen? Oh, nee. Laurie zit nog in de klas, maar ze heeft iets interessanters gevonden om te doen. Dit is echte kunst. Niet die saaie portretten. Laurie, wat heb je hier gedaan? Dit is een school, geen tatoeagesalon. Laat me eens kijken. Het nieuwe meisje heeft zeker talent. Laurie, ik wil er ook een. Laat de artiest haar magie toepassen. Dit is Laurie's eerste verjaardag bij ons. Het zou een speciale dag moeten zijn. Maar waarom is het zo triest? Nou, niemand kwam om Laurie te zien. Alleen haar ouders zijn hier. Maar cadeautjes zijn geen vervanging voor vrienden. We moeten deze dag redden. Mam weet wat we moeten doen. Hallo, is dit een gevangenis? Laurie, je gaat een echt feest hebben. Ik beloof het. Ben je er klaar voor? Kijk, je beste vrienden zijn hier. Gelukkige verjaardag, bestie. Dit is voor jou. Gebruik het. Wat een handig ding. Het is goed voor sport en zelfverdediging. Dat kun je ook gebruiken, Laurie. Wauw, dat zijn een hoop gave cadeaus. Laten we plezier maken, jongens. Dit feestje wordt geweldig. Oh, wat een goede vriend heeft Laurie. Waarom moesten ze naar de gevangenis? Zo oneerlijk. Wacht op mij, jongens. Ik ben hier voor jullie. Laurie heeft een speciale manier om wiskunde te doen. Zo doen ze dat in de gevangenis. Kijk eens, Miss Johnson. Is dit goed? De klasgenoten zijn niet zo blij. Wat doet het nieuwe meisje? Laurie, wiskunde serieus. Sokken horen hier niet thuis. Maar wat maakt het uit hoe je het hebt opgelost, zolang de berekeningen maar kloppen? Laurie verdiende haar 10. Zie je? Ik ben slim. Joepie, het leven wordt beter. Laurie gaat op haar eerste afspraakje buiten de deur. Hij is zo knap. En het is een date die ze de rest van haar leven zal herinneren. Hoi, hoe gaat het? Een glazen wand en een telefoon. Zoiets heeft dit café nog nooit gezien. Maar Laurie is er erg aan gewend. Voor altijd samen. Laten we het bezegelen met een kus. Maar papa heeft andere regels. Laurie, je bent te jong om uit te gaan. Ga nu naar huis. Oeps, ik moet naar de bewakers luisteren. Ik ben op weg, pap. En jij kunt beter in de buurt blijven. We moeten praten. Laurie heeft zulke goede ouders. Ze verdienen de beste verrassing ooit. Dit gaat een echte show worden. Boe! Mam, pap, jullie zijn uitgenodigd voor het concert. Maak het jullie gemakkelijk en laten we beginnen.
Maar Laube heeft tot nu toe alleen maar één muziekinstrument onder de knie. En het is niet echt het mooiste geluid ooit. Maar we kunnen onze dochter niet van streek maken. Ze doet zo haar best. Laurie, je bent zo getalenteerd. Ga je gang, we luisteren. Laurie zou dit soort concerten elke dag willen doen. Alles voor mama en papa. En in het weekend gaan we allemaal samen naar het park. Familiewandelingen brengen ons dichter bij elkaar. Laurie, we zijn zo terug. Wacht op ons. Natuurlijk. Trouwens, er is iemand om mee te praten. Hoi, wat is er? Oh, wat een prachtige meid. Moet uit een fatsoenlijke familie komen. Oh ja, maar oude gewoonten zijn moeilijk. Laten we met de operatie beginnen. Stap 1 is om hun vertrouwen te winnen. Dat is geregeld. Stap 2, steel alles van waarde wat ze hebben. En klaar. Gevangenisvaardigheden komen altijd van pas. We zijn terug, Laurie. En we hebben cadeautjes meegenomen. Oh nee, mama en papa kunnen niet zien. Het is te laat. We kunnen de misdaad niet verbergen. Maar Laurie wil haar ouders niet van streek maken. Tijd om het goed te maken. Ik denk dat dit van jou is. Het spijt me. Ik zal het niet meer doen. Kinderen deze dagen. Waarom letten jullie niet op je kind? Oh, dat was slecht. Niet meer stelen. Daar zijn ze. Mijn ouders zullen zo blij zijn. Mam, pap, ik heb wat cadeautjes voor jullie. Vers brood? Zo onverwacht. Dank je, liefje. Je bent de beste. Oh nee, je begrijpt het niet. Het brood is een vermomming. Het cadeau zit binnenin. Dit is hoe we het achter de tralies doen. Pak het uit. Sue en Thomas hebben nog nooit zulke cadeaus gekregen. Wauw, inderdaad. Er is een geheim cadeau verborgen in een smakelijke wikkel. Net als in een goede oude gevangenis. Oh, dat is leuk. Dank je, Laurie. Mam, kijk hier eens naar. Er komt een nieuwe schoonheidswedstrijd op school. Geweldig nieuws, schat. Ik weet wat ik moet doen. Ik ben zo terug. Laurie wil zo graag winnen. Ze is nog nooit de schoonheidskoningin geweest. Dus laten we beginnen met de jurk. Oh nee, het is te ouderwets. Deze is te glanzend. En de andere is te roze. Daar is hij. Laurie zal een taaie schoonheidskoningin zijn. Ze moet gewoon onopgemerkt de verkiezing binnensluipen. De drankjes zijn hier niet slecht. Ik ben blij dat ik gekomen ben. Hoe kiezen ze de deelnemers van schoonheidsverkiezingen tegenwoordig? Zo smakeloos. Handen in de lucht en de hele nacht feesten. Oh nee, raak ons niet aan. Hé, wat ben je aan het doen? Ben je bang? Het is een schoonheidskoningin kostuum. Ik ben te mooi om te sterven. Neem de kroon en ga gewoon weg. Wauw, hebben we al een prijs? Dat was snel. Jee, ik heb gewonnen. Waar is het applaus? Waar is iedereen? Mam, kijk, ik ben een koningin. Gefeliciteerd, Laurie. Goed gedaan. Mami, jij bent de schoonheidskoningin. De kroon is van jou. Laurie is zo lief. We zijn blij dat ze onze dochter is. Nu is het tijd voor een familiefotoshoot. Mam, pap, waar zijn jullie? Kom eens hier. We zouden allemaal moeten passen. Alleen de ouders zien er nog niet zo goed uit. Ga je omkleden. Dat is veel beter. Gevangenisstijl fotoshoots zijn leuk. Lachen. Deze foto komt op een plek waar iedereen hem kan zien. Vind je ons nieuwe verhaal leuk? Wat was je favoriete deel? Vertel ons erover in de reacties. Like deze video en klik op de bel zodat je altijd nieuwe video's op ons kanaal kunt bekijken. Abonneer je op Toon Toon Wow en vertel je vrienden om ons te volgen.